In de buurt waar ik ben opgegroeid, werd veel gevoetbald. Het hele jaar door was ik te vinden op een van de veldjes in de wijk. Ik keek op tegen de oudere jongens en behalve dat ze mij leerden sporten, leerden ze mij vooral ook een hoop scheldwoorden, gelieg, geruzie en gepest. Hoe mooi zou het zijn als de veldjes in Nederland zouden veranderen in plaatsen waar jongeren zouden horen dat ze gewaardeerd worden. Dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat eerlijkheid telt en dat ze opgroeien in echte relaties en vriendschappen. De afgelopen jaren hebben we bij Athletes in Action gezien dat wanneer jonge mensen door sport zich gaan verbinden aan de mensen om hen heen en dat langdurig doen en hier ook steeds weer terugkomen, dat er daadwerkelijk levens veranderen. We zien daar levende kerken ontstaan waar christenen naar binnen lopen, waar niet-christenen naar binnen lopen en waar zo christenen in staat zijn om hun leven te delen en iets uit te delen van de liefde van Jezus die ze zelf hebben ontvangen. Dat doen ze in woorden, dat doen ze in daden, dat doen ze in hun sporten. En zo zien we dat die levende kerk door sport een verschil kan gaan maken in Nederland. De komende jaren willen we dat concept alleen maar verder gaan uitbreiden en gaan doordenken en dieper gaan maken, zodat de kerk in Nederland daadwerkelijk een verschil kan gaan maken, omdat we geloven dat ze daartoe geroepen is. Een sportcommunity is voor mij dat het vrijwilligersteam van de kerk samen met de jongeren uit de wijk een gemeenschap vormen. En dat de gemeenschap is waar Jezus centraal staat en waar we allemaal meer naar Jezus toe bewegen. En zo gezamenlijk optrekken naar God toe. Doordat wij wekelijks in de wijk actief zijn, weten we wat er speelt in de wijk. We weten wat er omgaat in de jongeren en kinderen die we ontmoeten. En wat met name verandert in deze gemeente is dat we van heel klein, met maar een paar kinderen in het begin, zijn we nu uitgegroeid tot een sportministerie die in twee wijken actief is en die ook met jongeren een programma heeft en met meiden. We zien mensen veranderen naar Jezus toe, we zien mensen die hun leven aan Jezus geven en daardoor ook al deel van ons team worden. Dus ook weer andere mensen over Jezus gaan vertellen. We zien mensen die worden gedoopt en op die manier ook Jezus gaan volgen. Dus wat we eigenlijk zien gebeuren is dat de drempel naar de kerk, die is weg en mensen voelen zich vrij om naar deze kerk toe te komen. Mijn droom is dat heel veel kerken relevant gaan zijn in hun omgeving door middel van sportministerie. En op die manier de drempel verlagen naar de kerk en Jezus daarmee laten zien op de plek waar God hun heeft gezet. De alles veranderende kracht van het evangelie is bedoeld om ervaren te worden. Athletes in Action helpt kerken in Nederland om een sportcommunity te bouwen in hun wijk. En daarom zoeken wij jongeren die zich willen toewijden, net als Paul, aan de tieners en jongeren in hun wijk. Niet om een middagje te sporten, maar om hun leven te delen zodat het evangelie zichtbaar en voelbaar wordt. Gods koninkrijk in jouw wijk.